En de leerlingen van het derde en het vierde leerjaar van het MULO zijn vandaag begonnen met de examens. En voor vandaag stonden dus op het programma de vakken Nederlands, boekhouden en wiskunde. Het ministerie van Onderwijs heeft ook toestemming gegeven dat de scholen in Oost-Suriname beginnen met het laatste traject. Het ministerie heeft schoolprotocollen voor het COVID-19-virus opgesteld voor de scholen in dat gebied. Natasha Benanon, directeur van onderwijs, zegt dat de zesde klassers in het oosten op 31 augustus en 1 september een diagnostische toets zullen maken. Voor de leerkrachten is transport geregeld in samenspraak met boot- en bushouders. Het ministerie beseft dat de MULO-leerlingen van het district niet genoeg zijn voorbereid, omdat in het oosten het onderwijsproces langer stil lag. De vierde klassers die het VHN-examen niet halen, krijgen daarom de gelegenheid om deel te nemen aan de herkansing op 16, 17 en 18 september. U hoort enkele leerlingen van Paramaribo. Het was goed, maar beter. Bij bepaalde dingen, als je vergeet wat je formule is, dan heb je een beetje problemen om te berekenen bij bepaalde opdrachten. Dus dat was ook eentje. Ja. Maar het was wel goed gegaan. En hoeveel tijd hadden jullie? Voor wiskunde, dus voor vakken die we veel tijd moeten hebben, voor hoofdvakken, 1 uur en 40 minuten. En voor talen, 1 uur en een half. Ik vond het echt gemakkelijk vandaag. Dingen moet je invullen. Ja, maar het was... Als je hoe moet ik het zeggen, je... Je goed hebt voorbereid. Ja, je goed voorbereid. Je kent je leerstof, bedoel ik. Je leerstof ken je goed. Ja. Je beheerst het. Niet echt geweldig, maar je kent bepaalde dingen. Okay. Ja, kan je sowieso, ja, alles invullen. Jullie slagen allemaal? Jaro ook? Ik hoop van wel, met God wil. Met God wil. Dat waren enkele examenleerlingen van het VOJ. Het VOJ is vandaag van start gegaan met de eindexamens. De zesde klassers van het oosten maken aan het eind van deze maand hun toets.